De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, heeft vanmorgen haar nieuwe Shiatsu Massagegebouw geopend. Het gebouw zal gebruikt worden voor massage en begeleiding. Shiatsu, acupressuur of drukpuntmassage is een therapie waarbij er met de duimen, vingers, handpalmen, ellebogen en knieën meestal met draaiende bewegingen wordt gemasseerd. Door shiatsu worden slecht functionerende organen verbeterd, de algemene gezondheid gestimuleerd en in stand gehouden. Karin Bluffpan, voorzitter van het NSBS-bestuur, zegt dat deze geste meer dan welkom is. Tariq Sadiq, voorzitter van de stichting Witin, die de fondsen voor het nieuw gebouw vergaarde, geeft aan hoe het proces verliep. We zijn samen met het Shiatsu-stichting, een dochterorganisatie van de NSBS, en de medewerkers van onze organisatie heel blij dat dit gebouw er staat en gebruikt zal worden. De shiatsu masseurs zullen niet alleen comfortabeler en professioneler hun werk kunnen doen, maar ook onze afdeling vroegbegeleiding, de begeleiding van hele jonge leden van de doelgroep en hun ouders, zullen een plekje in dit gebouw kunnen krijgen. En we hadden circa 30 sponsoringsbrieven die we wegstuurden naar verschillende bedrijven. De eerste afwijzing kwam binnen, de tweede afwijzing, de derde. Gelukkig hadden we ook bedrijven die zeg maar wat hadden toegezegd, zoals Deep Sing en Baitali, die ons dan ook weer hoop gaven om verder te gaan. En met dat verder gaan bracht dat ons bij de vijfde D en dat was doorgaan. Want we hadden ook momenten waar we onze frustratie en irritatie moesten verwerken. En weer momenten moesten nemen om stil te zitten om opnieuw te connecten met die droom van het begin. Want die droom was steeds wel de leider. En het was niet zo dat het een geloof was, maar het was een innerlijk weten van dat het gebouw er is en dat het gebouw er kan komen. De manager van Corporate Communications van Staatsolie 1, het Bergval, geeft aan dat het bedrijf blij is dat zij blinden en slechtzienden weer een mogelijkheid kan bieden om zichzelf te ontwikkelen. U hoort ook Jetty Olof, voorzitter van de stichting Shiatsu Massage, die aangeeft dat het gebouw goed gebruikt zal worden. Ik ben ervan overtuigd dat zij eigenlijk de verpersoonlijkheid zijn van vertrouwen in eigen kunnen. Waar ik kan zien, goed kan zien, wankel ik soms. Maar ik heb deze mensen in de afgelopen tijd zien lopen met zoveel zelfverzekerdheid, met zoveel vertrouwen in eigen kunnen, dat ik ongelooflijk trots op jullie ben. En er werd eerder ook iets gezegd over je hart openstellen. In het verleden heeft Staatsolie altijd wel laten zien dat de blinden en slechtzienden dicht bij ons hart staan. Maar ik heb jullie echt in mijn hart gesloten. En bovenal zullen we dit gebouw goed onderhouden. Deze nieuwe massageruimte brengt veel voordelen met zich mee. Het gebouw is op de eerste plaats toegankelijk voor personen in rolstoel. Er is bij de ingang ook een reling geplaatst ter ondersteuning van onze masseurs en klanten die daaraan behoefte hebben. In plaats van 4 masseurs kunnen wij voortaan op dagbasis 6 masseurs accommoderen. Dit houdt in dat we in plaats van 12 hele massages, 18 hele massages kunnen verzorgen. Tot zover een reportage van de officiële opening van het nieuwe Shiatsu massagegebouw. De opening vond vanmorgen plaats op het terrein van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, aan de Dr. Sofie Redmondstraat.